fantastisch dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben samen met Wouter vandaag. Hallo! En wij tweetjes gaan hide and seek doen. Dat betekent dat ik eventjes een blok mag uitkiezen. Ga ik een trap zijn vandaag? Ga ik een dark prismarine? Een anvil? Een beacon? Keuzes. Of een houtstukje? Ja, ik denk een houtstukje. Oh, ik was nog net op tijd. Kijk nou wat een mooi hoofd ik heb. Even een selfie maken hoor. Ik heb altijd al een hoofdblokje op mijn kop willen hebben. Een beetje een plank voorhoofd. Zo, kijk, nu sla ik zeker de plank niet meer mis. Nou, jij zit op je voorhoofd. Oké, wat gaan we doen? Wat is even een goed plekje? Ik weet niet, ik ben blaadjes. Welk hoofdblokje ben jij? Jij loopt nu achter mij aan. Oké. Kijk deze plek. Ik heb mijn plek al gevonden. Wat? En ik dan? Ja, jij bent gewoon een stukje bos. Een stukje bos? Jij bent gewoon een stukje bos. Jij bent een verdwaald stukje bos. Maar echt? Maar hier... Oh, dit is een mooi... Oh, ik kan jou niet zien. Er staat een muur voor mij. Maar laten we eens even kijken. Ik denk... Laten we even denken. Want we hebben hersens om te denken. En ik denk... Ja, jullie kunnen mijn hersens niet zien omdat ik een muts op heb. Maar ik denk... Hier van binnen, dat een van ons gaat winnen dit potje. Echt? Ja, dat denk ik. Ja, en ik heb niet vaak gelijk, maar stel voor ik heb het wel. Dan is dat toch goed gedenkt. Dan heb je het heel goed gedenkt, man. Want ik bedoel, jij denkt, ik denk, wij denken en hun danken. Dankeschön. Ik wil jou danken voor het denken. Zo is de Duitse taal ontstaan. Ja, dat was gewoon een beetje... Ja, jij denkt, ik denk, wij denken, jullie danken. Ah, danken. Ah, danken. Ah, zeer schön, zeer schön. Ja, dat zeer schön, dat komt van... Ah, dat doet zeer. Ah, zeer. Ah, zeer. Ah. Oh, dat is geen... Mijn scheen. Ah, mijn schön. Oh, dat is geen mooie plek, hoor. Oh, nee. Dat doet zeer. Dat is... Oh, die plek is wel smerig. Ja, die is niet schön. Die is niet schön. Ah, dank je schön. Ah. Nee, dit gaat helemaal nergens over. Oh, nee, er wordt hier iemand aangevallen naast mij. Oeh. Ah, Wouter! Oké. Maar jij bent maar een onschuldig stukje bos, Wouter. Maar echt? En ik ben een onschuldig stukje hout uit dat bos, Wouter. Ze zeggen ook altijd bescherm de natuur. Ja, bescherm ons vandaag. Help ons, steun ons. Met twee blauwe duimpjes red jij al een boom. Alsjeblieft, hoeveel bomen kunnen wij redden? Oh, dat is wel een leuke trouwens. Met elke twee blauwe duimpjes omhoog red je een boom. Hoeveel... Nou jongens, smash de duimpje omhoog. We gaan voor hoeveel gaan we? We gaan voor 5000 boompjes. 5000 bomen, jongens. Ja. Voortaan ga ik ook zeggen, doe even allemaal een 5000 boompjes omhoog. Allemaal persoonlijk. Maak even 5000 accounts aan, oké? Doe allemaal even een boompje omhoog. Als je gaat kijken naar YouTube, hè. Kijk, mensen, YouTube verandert gewoon heel erg. En ik vind dat het goede veranderingen heeft, maar sommige veranderingen doet gewoon een beetje pijn. En weet je wat mij nog steeds pijn doet? Om het begin... Kanaal. Nee, jouw tweede kanaal doet me niet zo pijn. Is wel een leuk kanaal trouwens. Maar wat mij een beetje pijn doet, is het groene duimpje omhoog. Dat die weg is. Ja, dat doet mij nog steeds een beetje pijn. Want het was altijd, hé mensen, doe even een groen duimpje omhoog. Want groen betekent goed en rood betekent knolpower. Maar rood staat dan ook vaak voor een rood stoplicht. Je moet stoppen, je mag niet doorrijden of rood is negatief of verkeerd. Oh, of een bloedneus. Oeh, er liep iemand langs mij. Ik kon gewoon... Hij liet een scheet. Gadverdamme. Eeuw. Oh, hij kwam als de wind voorbij, joh. Gadverdamme. Maar goed, als mensen mijn oude video's kijken, dan zien ze mij. En dan staat er... Hey mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Doe even een groen duimpje omhoog. En dan denken ze dat ik niet snap dat het een blauw is. Maar dat was gewoon zo lang geleden. Toen was het nog groen. Dat was zo. En wist je zelfs dat als je nog verder geleden gaat... Toen ik begon met YouTube, nee, niet begon met YouTube, maar met kijken, toen waren er sterren. Oh ja, maar zo oud ben ik niet, Dodo. Nee, heb je dat niet meegemaakt? Jawel. Dan kon je 3, 4, 5 sterren doen. Ja. Dat weet ik nog wel. Ik ben echt benieuwd hoeveel van de kijkers het sterrensysteem hebben meegemaakt. Want dat is echt wel 7 jaar geleden of zo. Ja, ik denk dat bijna niemand het kent. Bijna niemand. Ik denk het ook niet. Maar laten we het dan even uitleggen. Als je op YouTube ging, dan kon je een video, kon jij een beoordeling geven. Dus vond jij het een hele leuke video, maar echt heel erg leuk. Dan kon maar zoals Enzo's video's. Dan kon je het 4 sterren geven. Stel voor je had zoiets van dit. Oh, nee! Nee! Bescherm het natuurgebied! Oh, gefaald! Ik ben doodgeslagen door een hakbel.
Ja, dit zou je dus 1 ster geven, jongens. Die persoon die mij sloeg, die geef ik 1 ster. Maar stel voor je hebt zoiets van, dit is de beste video die ik ooit heb gezien. Dan kan je het gewoon 5 sterren geven. Oh, jij hebt echt een hele goede plek. Ik weet dat je... Nu kijk ik naar jou, hè? Ja, hè? Nee, jij kijkt nu niet naar mij. Nee, ook niet. Oh, jij zit hier wel ergens. Ja, klopt. Ik zit achter je nu. Huh, jij zit hier ergens? Nee. Oh, ik hier ben, zo? Ja, dat ben ik, de bovenste. Oh, die bovenste. Hoe ben je erop gekomen? Via iemand anders of via hier? Ja, via daar, ja. Oh, dat was echt een moeilijke jump. Ja, dat geloof ik, ja. Via hier een... Oh, ja, dat is wel lastig. Oh, wat lastig. Hey! Oh, wat lastig. Nu moet je het overnieuw doen. Nog 10 seconden. Oh, ze hebben je gespot, Wouter. Ah! Rennen, red het natuurgebied. Oh, yes, boy! En wat zei ik je? Eén van ons gaat winnen. Ik zei het nog tegen je. Zie je mijn naam trouwens? Oh, mijn god. Ben jij dat? Heb jij dat gedaan? Ja. Heet jij, ik ben de echte Enzo? Ja, en ik wist niet dat jij dat ging slash nikken. Oh mijn god, eerst heette Wouter, ik ben zeker niet Wouter. En toen heette ik Robot Henk. En toen dacht ik van, ah, weet je, als ik nou zeg dat ik ben Enzo Knol, dan geloven mensen toch niet. En nu heeft Wouter, ik ben de echte Enzo, dus nu weten ze het nog steeds niet. Maar dit wisten we niet van elkaar. Nee, we hebben het gewoon allebei toevallig gedaan. Hey, een boekenkast. Die boekenkast kan ik wel gebruiken voor het Knolpower boekie. Dit is wel even leuk om te melden. Ik heb dat nog nooit eerder gezegd. Maar er zijn nog 150 Knolpower boeken. En als die 150 Knolpower boeken weg zijn, wordt die niet meer gemaakt. Dus mocht je er nog eentje willen hebben, dan zou je wel redelijk snel moeten zijn. Want als het eenmaal weg is, dan is het weg. Ik heb hem beneden liggen, in de woonkamer. Oh, maar dat is gewoon super chill. Want in een woonkamer lees je gewoon wel eens boekje, precies, toch? Op de bank. Lekker op de bank. Op de bank. Lekker op de bank. Maar waar ben jij, meneer? Ja, ik ben een boekje aan het lezen, meneer. Oh, in de woonkamer. Oh, dit is wel een goede plek, hoor. Denk ik. Want kijk, ik kan natuurlijk op het dak gaan hierboven. Ik kan wel even trouwens aan jullie laten zien hoe dat... Kan je ook naar het dak komen bij het allereerste huisje? Weet je hoe dat eruit ziet? Ja. Dat weet ik. Kijk, want ik kan wel hierboven gaan staan, net zoals dit blokje. Ik weet niet wie dat is, maar dat is een ander blokje. Die heeft net zojuist ook dat ding dicht gedaan. Maar ik kan denk ik ook beneden gaan staan, want dan kunnen ze er nooit op. Misschien snappen ze het dan niet. Wacht, kan ik nog naar beneden? Jawel, hè? Ja. Kijken. Oké, dan ga ik naar beneden. Ben je op dit dak? Even kijken, die doe ik dicht. Wat ben jij voor blok? Een beacon? Nee, ik ben een boekencast. Oh ja, een boekencast. Kijk, ik denk dat dit echt een hele goede plek is, want nu kunnen ze... Zit hier nog iemand? Zagen jullie dat? Of is dat diegene boven mij? Ik denk het wel. Ik weet niet in welke toren jij bent. Oh nee, jij was in de eerste, hè? Ja, als je gespawnd bent, dan loop je een stukje rechtdoor en dan het eerste huisje links. En dat is echt zo'n chille plek in deze map Bora Bora. Het is daar Bora Bora. Bora Bora. Oh, ben jij een jukebox? Ja, ik ben de jukebox. Ja, probeer maar eens naar boven te komen. Zit via jij die ladder. Daar? Ja, kijk. Oh, wacht even, daar ben jij. Ja, dus als ik hier blijf staan, dan kan niemand naar boven. Zie je dat? Ah. Kijk, nu kan jij niet naar boven via die ladder. Maar ik zie sowieso nergens een ladder. Oh ja, hier zo. Kijk, als je hier zo gaat springen, dan kan je hier naar boven. Kijk, hoeveel mensen weten dat niet. Zie nee, dat? Die wist ik inderdaad niet. Oh, maar wacht, ik kan ook gewoon hier gaan staan. Dat is een betere. Dan ga ik hier staan. Oh mijn god. Kijk dan hoe chill dit eruit ziet. Maar het chill is ook, als iemand voor jou komt staan, dan kan je hem eraf slaan. Dan kan je hem eraf slaan. Dan kan je altijd nog naar boven gaan. Ja, daarom. Oh, dit is wel een chill plekje, man. Ik ga wel aan de uitkijk. Kijken wat er allemaal gebeurt. Wacht, vanaf Hello? Boven? Ga je vanaf boven uitkijken? Ja, ik ben aan het kijken. Oké. Okay. Jongens. Lekker bezig. Ja, daarboven staat zo'n redstone blok, hè? Ik heb Enzo gevonden. Dat kan niet, want jij bent Enzo. Zo verwarrend dit. Echt heel erg verwarrend. Jouw naam is Ik Ben Enzo. Maar ik ben mysterieus, zie je dat? Those Dutch. Do you know Enzo Knol? Those Dutch. Einfach nur Niki. Ze hebben nu al een hekel aan ons. Enzo Knol is famous rapper. Oké, ik ga weer die dans doen. Wat ga ik doen? Ik ga een keertje liefde, love. Speciaal voor jullie rood, liefde. Ah.
Oh, allemaal hartjes. Can you feel the love tonight? Svigati. Black All. What? Oh ja, je kan op een naam klikken. Dan kan je zien hoe goed ze zijn. Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Ja, ik ga eens bij jou kijken. Ik ben de echte Enzo Knol. Hey, niet op mijn naampje klikken. Huh? Games gespeeld 1. Oh, dat komt omdat je onder een naam speelt, denk ik. Onder een nieuwe naam. Ja. Oh, dan kan ik jou niet opzoeken. Ik kan wel even deze. Jannie Healy. Wat heeft hij allemaal gespeeld? Wow! Die gast heeft 108.000 punten. Wat? Dat is echt bizar. Oh mijn god, hij heeft 1500 kills en hij heeft 572 games gespeeld. Nee joh. Oh my god. Wow, nee joh. Er zijn 2 zoekers en 13 hiders? Oké, Wouter, we gaan op avontuur uit, ja? Gaan we ze zoeken? Ja, we gaan de zoekers zoeken. We gaan ze zoeken. Ik kom naar boven. Hallo. Hey. Oké, want dit gaat hem anders niet worden. Kijk. Zie je op het andere ding? Die toren. Oh, daar staan ze allemaal. Laten we er ook heen gaan. Ja, we gaan die seeker pakken. Ja, daar gaan we. Woppa. Het is wel chill dat je geen fall damage kan krijgen. Hupsakee. Okay, laten we hem doodslaan. Hupsakee. Oh, ik ben bijna dood. Ik sla... Oh, ik heb hem! Oh, echt? Je hebt hem dood. Ik zag het. Yeah, boy! Oh my god, Wouter. De echte Enzo Knol flikt het hem. Woe! Oh, die was nice, man. Nee, dit is helemaal niet nice. Dit is nog minder seeker. Oh ja, dat is ook wel weer waar. Ik sta hier trouwens wel op een gruwelijke plek, moet ik zeggen, hoor. Kijk waar je bent. Oh mijn god! Ik kan gewoon... Kom eens hier naar boven. Oh, er komt iemand aan. Oh. Dus de chickie. Oh nee, de schaap explodeert. Klik, klik, boom. Oh my god, ik sprong over haar heen. Bam! Ik sla haar terug. Oh ja, ik zie het. Oeh, ik moet wel oppassen. Oh, ik heb hem geslagen! Ik heb er overheen geslagen! Uit! Oh, ze is me kwijt. Oh nee, ze rent weer achter me aan. Oké, er komt iemand anders achter me aan. Ik ga er 1, nog 10 seconden, nog 6, nog 5, 4, ik ga in de achteruit, 3, 2, 1, boom! Oh, yes! Ze zegt ook... Oh my god, las je de chat? GG, nee, wat stond er in de chat? Ze zei, ik ben er klaar mee, I'm done. Ja, ik ben er klaar mee? Ja. Oh, wauw, we zijn te goed, Wouter. Oh, dit voel ik me lullig. Deze keer ben ik... Een keer iets heel anders. Ik denk dat ik gewoon een keertje... Ik denk dat ik nu een keertje de muziekbox ben, de jukebox. Ah, de jukebox. Oh, dat is deze map. Dit is echt een super grote map. Ja, die is wel leuk. Oké, laten we naar buiten gaan via die deuren. Ja. En dan sta ik jou op te wachten tegen dat grijze aan als jukebox. Ja, ik ben Jij bent een blaadje. Oh, dat is wel chill, man. Ik ben een blaadje. Jij bent een blaadje. Oké, ik volg jou. Jij weet vast wel een mooie, goede plek. Ja, volg het blaadje in de ruimte. Ik volg het blaadje. Zoals je kan zien is de natuur hier prachtig. Oh, moeder natuur. Om te camoufleren als blaadje zijnde. Tussen het ijs en... Ja, de niet-blaadjes. Ja, jij valt niet op hoor, Wouter. Nee, echt niet. Als ik hier ga staan, valt het op? Ik denk serieus dat het nog kan werken ook. Nee. Als je daar gaat staan. Denk je kijk, ja, we kunnen hier omhoog. Dat is altijd wel leuk om mensen naar beneden te slaan. Ja, dat is waar. Alleen, ja, ze gaan er wel heen natuurlijk. Ja, ze gaan sowieso altijd daar naar boven. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat jij wel een nieuw episch plekje... Laten we heel even stilstaan, dan kan ik heel even wat XP gaan claimen. Even XP. 1, 2, hoppakee. Gewoon even een schaapje en dan gaan we er weer vandoor. Skappies! Kijk, hier gaan sowieso meerdere mensen staan. Kijk, hier staat ook al iemand. Heb je ergens muziekboxen? Volgens mij heb ik echt het meest verkeerde blok gekozen. Zie je dat? Ja, volgens mij, als je hier naar beneden kijkt, dan kan je in de kamers kijken. En volgens mij, ja, daar is een musicbox. Zie je dat? Even kijken, in die kamers. Zie je dat hier door het glas? Ja, ik denk dat ik daarheen ga, want in die kamer... Oh, wacht, ik zie hier ook musicboxen. Zie je dat? Waar? Oh ja, hier beneden. Ja, ik denk dan doe jij dat gewoon. Ik denk dat ik op zo eentje ga staan. Gewoon op deze manier. Dat is wel nice. Ja, toch? Ik denk als ik dit... Ja, zullen ze dit doorhebben? Dat vraag ik me af. Mm. Ik denk dat ik op deze ga staan. Dat is misschien die is nog mooier. Dus ietsjes veiliger. Oh, maar jij staat daar super chill in het donker. Ja, klopt ja. Ik zat ook te kijken. Wow. Want dit is echt een super donker plekje. Ik zit echt zo goed te kijken van... Hè, zie ik hem nou? Ik zie jou amper. Dat is echt een hele goede plek. En het chillen hiervan is dat je altijd weer weg kan springen. Dat is zeker waar. Of stel voor iemand ziet mij, dan kan jij hem gewoon wegslaan voor mij. Oh, iemand zit alle jukeboxes te slaan. Ik hoor iemand gewoon... keihard rammen op dat ding, jongen.
Oh, ik ben level 2. Gefeliciteerd. Kijk in de chat, die Asterix die zegt, yo, I got sick beats, bro. Asterix, your beats are 5 stars. 5 stars out of 5. DJ Asterix. DJ Asterix. Laat eens even kijken. De DJ Asterix. Die heeft ook al 8600 punten. Zo. Ik doe dat niet verkeerd. Maar Magman. Wat heeft Magman? Oh, 13.000. Ja, die ene 108.000. Dat was echt niet normaal, joh. Dat was wel echt heel veel. Die is echt verslaafd aan hide and seek. Yep. Dat kan niet anders. Want tot nu toe gaan we best lekker. Ja, we gaan super lekker. Ook heet het met die XP, met die schaapjes. Boom. Hupsakee. Er staat hier gewoon iemand onder me. Of die zit in de kamer daar. Ja, ja, dat is daar binnen. Ja, die explosie komt er gewoon doorheen, blijkbaar. Bam. Oh, ik denk echt dat je... Oh, er komt iemand omhoog via de andere kant, volgens mij. Uh-oh. Uh-oh. Ja, mensen gaan nu omhoog komen. Oh, mensen zijn ook bij jou aan het slaan. Oh, hier onder mij. Ah. Yep. Oh, die rent weg. Die lagt heel erg. Wow. De spanning en sensatie. Oh, oh, ik hoor deurtjes hier binnen. Oh, ik heb weer een schaapje. Daar komt hij. Meh. Meh. Boom. Oké, ik ga voor vuurwerk deze keer. Whee. Wow, die is nice in deze map. Want die komt heel erg hoog. Ja, het ziet ook wel mooi uit zo in space. Zeker. Hé, hey, we gaan lekker, man. Wacht, heb jij het vorige potje nou... Ja, we hebben allebei gewonnen. Maar jij hebt tot nu toe alles nog gewonnen. Ik heb alles gewonnen. Oh my god. Oh, er zit daar iemand achteraan. Zie je dat? Oh, oh die zit achteraan. Oh shit, hierboven. Oh. Oh, hij zag me niet. Oh, wacht. Misschien moet ik juist niet op een andere jukebox gaan staan. Want dat valt te veel op. Maar dan moet ik op zo'n andere blok gaan staan. Op zo'n oven of zo. Ja, oh, er komt een... Oh, de... Oh, ik doe heel veel die schaap nog één keer. En dan ga ik naar deze. Valt niet op, hoor. Ik val naar beneden. Oh, die is ook best nice, die plek. Ja, hieronder, hè. Kijk dan. Ja, dan zit je onder het traject. Oh, maar ze zien wel dat ik zo'n spleetje heb. Alsof ik een spaarpot ben. Zie je dat? Oh, nee. Ja, ja, ik zie het. Nee, daar komt iemand. Ja, maar ik vraag me af of hij het ziet. Oh, er is hier... Ik ga hem afleiden, oké? Okay? Ik leid hem af, hier, met... Hij ziet me niet, hij ziet me niet. Potion, kijk, hier. Hey, hallo, bandit. Oh. Ze zien me niet. Oh, die ene heeft jou gezien, die gaat naar jou toe, denk ik. Hupsakee, wegwezen jij, lelijkheid. Je slaat hem op mij bijna. Oh, ze hebben je in het smiezen. Nee, niet mij in de smiezen nemen, ik ben weg hier. Nog 30 seconden. Ik ga rennen. Ze proberen omhoog te komen, er zitten best wel mensen daar. Oh man, ze zitten achter mij aan. Oh my god, ik heb een potion gegooid. Ik zie het, ik zie het. Oh, ze rennen al. Wacht. Oké, draai om, kom naar mij toe. Ik ga je helpen. Oh. Ik ga hem wegslaan. Oh. Ja, nu zit hij achter mij aan. Nu zit hij... Yes! Hoppakee! Yeah, boy! En ik ben ook nog level 3 geworden in één potje. Oh, wat een feest. Oh, dit was heerlijk, Wouter. Oh. Nou, je weet wat ze zeggen, hè? 3 keer een scheepsrecht. En dan moet je ook gewoon accepteren dat het goed is gegaan. En dan moet je het gewoon daarbij laten. Dus Wouter heeft 3 keer gewonnen van de 3 potjes. Yes! Echt 3 out of 3 heel erg netjes gedaan. Wouter is de winnaar van deze game. Dank u. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet dan niet even een boompje omhoog te doen. En dan zou ik zeggen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Check het kanaal van Wouter. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot morgen en peace!